Ik kan me nog helemaal geen voorstelling van maken wat het precies is, maar... Wat? Hoi, lieve onderfamilie en welkom weer bij deze nieuwe Onder Dinsdag. Het is alweer een paar weken geleden dat ik een video heb gemaakt over de squishies. Op die video werd echt ontzettend positief gereageerd, dus ik ben dus even op onderzoek uitgegaan wat ik er nog meer mee zou kunnen doen. Binnenkort heb ik een unboxing van AliExpress squishies. Dan krijg ik allemaal XXL squishies binnen, dus er komt nog veel meer aan. Maar niet nu, want ik was eerst even heel erg nieuwsgierig wat er allemaal in die squishies zit. Ik heb hier allemaal squishies, maar ook stressballetjes en splatballen en weet ik veel stretch toys. Ander soort squishies als de vorige keer, maar allemaal met een wat apartere inhoud. En die ga ik eens even lekker kapot knippen en kijken wat de inhoud nou eigenlijk is. Hier een hele leuke paddenstoel. Dit was trouwens super vaak aangevraagd door jullie. Dus ik dacht, ik ga gewoon andere soorten squishies en stressballetjes opzoeken. En mezelf er eens eventjes helemaal op uitleven. Ik heb op AliExpress gezocht, op Etsy heb ik gezocht. Ik ben in de winkels gaan kijken. Ik heb een leuke verzameling, dus we gaan maar eens eventjes beginnen. Ik zet mijn tafeltje hier eens even klaar. Dan gaan we die dingen maar eens even ontleden. Maar voordat ik dat ga doen, doe natuurlijk deze video vast een hele dikke vette duim omhoog. En ben je nog lid van oh zo leuke, super gezellige, mega toffe, onwijs gekke onderfamilie, dan moet je natuurlijk zeker even abonneren, dan mis je helemaal niks. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb een schaartje, ik heb een mesje. Probeer het niet thuis, als je het thuis probeert. Vraag het aan je ouders, kijk uit met scherpe voorwerpen, want je weet maar nooit wat er gebeurt. Het zou heel zonde zijn als je een keertje een vingertje verliest. Moet je niet willen. Stressballetjes, stretch speelgoed, splatballen, ik heb het hier allemaal. En we gaan de inhoud maar eens even lekker bekijken. Ik schuif het even aan de kant. Gaan we gewoon één voor één iets pakken. En openmaken. En waar ik als eerst heel nieuwsgierig naar ben, is dit anti-stress dingetje van de Intertoys. Het is heel vaag. Ik denk dat we dit allemaal wel kennen. Het verschiet ook echt in je hand. Kan er lekker in peuren, kan er lekker in knijpen. Wat erin zit is in ieder geval hartstikke vloeibaar. Maar zoals jullie zien is het wel meer dan dat. En ik ben heel erg benieuwd wat we gaan aantreffen als we deze openknippen. Ik zie allemaal mooie glimmertjes en van alles gebeuren als we hiermee aan het spelen zijn. Dus openknippen die hap. Hopsakee. Oh, oh jee, oh, oh nee. Eeuw. Hè? Wat is dit dan? Oké, alles zit hier onder de prut. Maar het lijkt eigenlijk gewoon water. Ik dacht dat er nog wel iets meer in zou zitten. Het is gewoon een soort water met een soort glittervloeistof erin. En het is niet meer dan dat. Ik dacht misschien is het nog wel iets dikker. Maar het is echt gewoon waterig. Zoals je hier ook, zeg maar, op de tafel ziet. Ik ga even een handdoekje pakken. Maar dit is het dus. Helemaal niks bijzonders aan eigenlijk. Dit is de volgende. Het is een soort van stressballetje. Hij is oranje. En het is niet echt zo'n splatachtig balletje. Het heeft echt daadwerkelijk een hele plakkerige, rare inhoud. Kijk, ik heb geen idee waar dit voor dient. Maar hij is heel sticky. Volgens mij is dit een soort van boos gezicht of zo. Ik hecht hier ook niet heel veel waarde aan. Dus ik ga hier gewoon de schaar in zetten. Kijk jongens, er zit dus helemaal niks in. Ik dacht eigenlijk van wel, maar de inhoud is dus helemaal niet zo bijzonder. Het is gewoon hetzelfde eigenlijk als de buitenkant, maar ziet het er iets mooier uit als je hem doorknipt. En nu is die gewoon nog plakkeriger. Nou ja, het was toch een onding. De volgende, dat is deze paddenstoel. Deze paddenstoel is een soort stretch toy. Heel apart ding. Volgens mij zit er wel echt daadwerkelijk wat in. Dat kun je ook horen, zeg maar. Ik denk een soort zand of poeder. Of ik heb geen idee wat we gaan aantreffen. Maar dit wordt super interessant. Trouwens een heel lekkere squishy ook. Om lekker in te knijpen en te doen als je gestrest bent. Het is fantastisch. Maar we moeten hem nu toch echt gaan openmaken. Dus daar gaat hij. Oh. Oh jee. Dit is echt heel vaag. Ik kan me nog helemaal geen voorstelling van maken wat het precies is, maar... Wat? Wat is dit, joh? Het voelt echt heel ranzig en heel vaag en plakkerig. Maar dit is dus wat eruit komt. Hè? Wat een gek goedje. Ik vind het zo raar. Dit is eigenlijk al een soort van stressmateriaal op zich. Het lijkt wel suiker of zo. Heel, heel vreemd. Het ruikt ook een beetje zuurig. Ik knip hem natuurlijk nog even verder door.
ding zit helemaal vol met dat prutje. Supergek. Hij is helemaal leeg, dus ik heb er niks meer aan. Maar dit is dus wat erin zit. Het is zo super vaag spul. Ik heb dit echt nog nooit van mijn leven gezien. Het lijkt wel deeg met heel veel zout of suiker erin of zand. Het is heel gek. Ik had niet gedacht dat dit erin zou zitten, maar ik vind het heel erg grappig en interessant en het voelt lekker. Dus, nou ja, dan weten we dat ook weer. Weird. Dan hebben we nu, deze kip. Deze vond ik bij een speelgoedwinkeltje om de hoek. En het is een heel grappig dingetje. Want hij poept namelijk een ei uit. Oeh, en hij maakt geluid. Huh? Dat wist ik niet. Hoe dan? Dit is waar het om gaat. En het lijkt hetzelfde spul te zijn als dat we in de allereerste squishy toy van de Intertoys hadden gevonden. Alleen hier zit nog wat anders in. En daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar. Oké, doe hem eerst even binnenstebuiten. Oh, huh? Oké. Toen ik de kip dus binnenstebuiten keerde, kwam het eitje er vanzelf al uit. Dus dat is helemaal prima. Dus, zijn we er klaar voor? Ik vind van wel. Oeh, nou, weer dat waterige spul. Oeh, eeuw. Het spuit echt midden in mijn gezicht. En dan ook nog een dooier. Nou, die moeten natuurlijk ook even doorknippen. En daar zit helemaal niks in. Dat is gewoon dit. Hopsakee. Niet heel veel interessants. Heb ik hier nog een paar van die splatballetjes. Dit ei doet het echt super, super goed. Kijk. Wow. Ik ga deze drie tegelijk gewoon even lekker kapot knippen. Kijken wat erin zit. Het is natuurlijk gewoon water. Ik kan ze wel aan elkaar plakken. Misschien dan laten splatten. Zo. En we beginnen met het eitje. Oeh. Oh jee. Dat was een hele explosie. En hier hebben we dus dat plastic figuurtje wat erin zat. Doei, ze is zo schattig. En dit is hetgene wat we overhouden. Super lekker stretchy materiaal. Lijkt wel een beetje op zo'n springrol. Dan is nu ons varkentje aan de beurt. Oh, ook gewoon water. Hartstikke lekker zo. Gaan we verder met de volgende. En dit is ook een squishy sleutelhanger. En dit is eigenlijk een vrij normale squishy zoals jullie ze zeg maar gewend zijn. Het is een heel leuk Oreo koekje. Je kan er gewoon een beetje in knijpen. Het is niet echt iets bijzonders. De binnenkant zal gewoon solide zijn, maar we zullen even kijken hoe dat er dan uiteindelijk uit gaat zien als we hem doorknippen. Ook hier lekker de schaar erin. Oh! Oh, deze is helemaal wit van binnen. Dit had ik dus niet verwacht. Kijk jongens. Het lijkt eigenlijk wel een soort van schuimrubber. Het is ook een beetje plakkerig. Jongens, dit wordt wel even interessant, want ik heb hier weer een stretchtooi. En niet zomaar een stretchtooi. Het is in de vorm van een worst. Verpakking is hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ziet er gewoon echt uit alsof er een worst in zit. We gaan even kijken hoe die eruit ziet, van binnen en van buiten. Dit is hem. Er zit nog een lekker plasticje omheen. Ik denk eerlijk gezegd dat dit een beetje hetzelfde materiaal gaat zijn als... Oeh, huh? Wow, dit is heel gek. Als je hem zeg maar uitrekt, krijg je allemaal kleine worstjes te zien. Heel gek dat wat hierin zit in deeltjes blijkbaar zit. Nou, ik weet het niet. Het ziet er in ieder geval uit alsof er allemaal kleine stukjes worst in die verpakking zitten. En ik ben benieuwd wat we gaan aantreffen als we hem zeg maar open gaan knippen. En ik vermoed eerlijk gezegd dat het ongeveer een beetje hetzelfde gaat zijn als de paddenstoel. Het ziet er allemaal heel leuk uit. Het is van rubber. Het hele ding is gewoon van rubber. En het voelt heel lekker. En hij is lekker stretchy. Als je het zat bent, dan sla je ermee op tafel. Geeft een heel intelligent effect. Open knippen die hap. Oké, nou... Ja, ik dacht het al. Het is dus echt een beetje hetzelfde spul. Oeh, nee, het is best wel anders eigenlijk. Het voelt echt heel anders. Het ziet er wel een beetje hetzelfde uit. Maar het is veel minder plakkerig. Heel vaag spul ook. Wow. Het is een stuk zachter als het andere spul. Het is ook wat taaier. Zoals jullie zien breekt het ook wat sneller af dan het spul waarmee de paddenstoel gevuld was. Maar het is alsnog...
wel lekker stretchy en het is heel raar, omdat het zo bot afbreekt ook. Ik heb even het spul van de paddenstoel erbij gepakt om even te vergelijken met wat er in het worstje zat. Maar dit is veel zanderiger ook en dit is heel zacht eigenlijk en dit is heel ruw. En dit is helemaal niet makkelijk uit te rekken en dit wel. Dan heb ik hier de allerlaatste en deze doet serieus wel een beetje pijn in mijn hart om dit door te gaan knippen. Maar ik wil dit doen omdat ik gewoon heel benieuwd ben naar wat er in zo'n squishy zit. We hebben het net wel bij de Oreo geprobeerd, maar deze is net wat dikker. En dit is zo'n low rise squishy. Dus dat betekent dat op het moment dat je erin drukt, dat het heel lang duurt voordat zo'n squishy weer terug is naar zijn oude vorm. Geen goedkoop ding, maar alles voor de wetenschap. Ik moet zien hoe dit er van binnen uitziet, dus... Helaas, de schaar gaat er toch in. Oh ja. Het is ook gewoon dat witte foam wat erin zit. Net zoals de squishy van de Oreo. Deze is alleen wat plakkiger, vandaar dat het dus een slow rise squishy is. Dolly, volgens mij zijn we een hele hoop te weten gekomen vandaag. In ieder geval wat er in de squishies zit. Het is duidelijk. Vond het hartstikke leuk om te doen. Vond jij deze video dan leuk om te kijken? Doe dan natuurlijk even een hele dikke duim omhoog. Ik zie jullie aankomende vrijdag weer met een gloednieuwe leuk of meuk. Wil je trouwens meer onder dinsdag video's zien? Klik dan eventjes hier. Dan ga je naar de afspeellijst en klik hier om op mijn kanaal te abonneren. En dan zeg ik tot de volgende keer. Toedeledokie. Dag.